Ik had het net over onderwijs, maar waar de kansenongelijkheid op dit moment ook zeer nijpend is, en daar hebben we het al uitvoerig over gehad, is in de zoektocht naar een betaalbaar huis. De huizenprijzen en huurprijzen blijven extreem hard stijgen. En dat is kassa voor huiseigenaren en huisjesmelkers, maar een drama voor mensen en vooral jonge mensen en starters die een woning zoeken of er een willen huren. Meer huizen bouwen is noodzakelijk, in hoog tempo. En dat het kabinet daarvoor komend jaar extra geld uittrekt, is het dan ook niet meer dan terecht. Maar meer bouwen is niet het enige dat er moet gebeuren. We zullen nieuwe buurten en wijken moeten ontsluiten met aanleg van stations en openbaar vervoer. We zullen moeten kijken naar alles wat met belastingen te maken heeft. De verhuurderheffing, de hypotheekrenteaftrek, de belastingvrije jubelton voor vermogende ouders, de onroerend zaakbelasting. En we zullen de ongelijkwaardige macht van huisjesmelkers moeten breken, bijvoorbeeld door de inkomenseisen voor huurders te maximeren.